Met andere woorden, als jij die werkelijkheid van Jezus Christus op aarde wilt zien, moet jij in die spiegel kijken, broeder, in die spiegel kijken, zuster. En totdat jij niet Jezus Christus ziet, nie, heb jij niet die openbaring. Nie, want hij heeft voor jou geword. Alles wat God die mens geskenk het. Hij heeft jou zijn gerechtigheid geskenk, zijn heiligheid geskenk, zijn leven geskenk, zijn volmaaktheid geskenk, zijn vergifnis geskenk. Hij heeft jou alles geskenk wat tot die leven in godzaligheid leidt. Je ziet, en totdat je jouzelf niet jouw eigen identiteit en schriften ontdekt, totdat je niet begin ontdekt wanneer jij die liedjes zingt. En sien my land, maar dit is ek wat nou tot de kennis kom, dit is ek wat nou tot de blijdschap kom, als ik hierdie groot God verheerlik, want ik verheerlik om voor wat hij voor mij gedoen het, hy het my opgehef, terwijl ik dood was, het hij mij kom levend maak, terwijl ik verwijderd van hom was, het hij mij sy zaligheid kom skenk, my ingebring, my een nieuwe leven geskenk, sy eie leven geskenk. En dit is hier die wonder van die openbaring van Christus, ons leven, wat nou moet, tot ons moet kom. Denk net een beetje mooi daaraan. Als jij nou die leven van Christus hebt, hij sê Christus is die enige geboren Seun van God. Hij is die erfgenaam van alle heerlijkheid van hierdie groot God. En nou kom hier die Seun van God. Sterf, gee sy leven voor jou, zodat jij een mede erfgenaam van die heerlijkheid van hierdie groot God kan wees. Kan jij denken waarvan praat ons? Niet wat jij verdient, dit wat hij voor jou kom skenk het, deur sy geest. Dit is so enorm, mense, as ons net wil dink, in watter armoede leef ons op die oomblik, as ons nie die evangelie verstaan nie, as ons nie inkyk in hierdie evangelie nie. Kom ons, Efesiërs 1, so van vers, kom ons lees van vers 17 af. Hy sê dat die God van ons Here Jezus Christus, die Vader van heerlijkheid, aan jullie die geest van wijsheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Je ziet niet dit wat die kerk per jaren en jaren op één plek blij stilstaan het. Een profetiekie en een beetje enthousiasme vir een oomblik nie. Nie dit nie. Een geest van kennis en wijsheid. Om te verstaan wat hierdie groot God jou geskenk het en waarvoor hij jou geroep het. Verlichte oë van jullie verstand, zodat jullie kan weten wat die hoop van zijn roeping en wat die rijkdom van die heerlijkheid van zijn erfdeel onder die heiliges is. Dat je kan begin begrijpen. Hoe hoog slaan hy jou aan, hoe wonderlijk jy is, hoe, wat een rijkdom in jou gevestig is, en hoe groot hy jou sien, dat hij jou als een mede erfgenaam vir hom in die eeuwigheid beskoor het. So vers 19 sê, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. As jy net denk aan die sonnestelsels wat hy in wording gespreek het, wat uit sy mond uitgekom het, dis sy krag en sy heerlijkheid. En nou sê hy dat ons moet daar die krag, die grootheid van daar die krag, moet ons verstaan en glo. Luister weer vers 19. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die rechterhand in die hemel. Al daar die krag het hy beskore vir jou. Dit is die krag waarin jy moet beweeg.
Efesiërs 6 vers 10. Hij zei eindelijk, mijn broeders, word krachtig in die Heere, in die kracht van zijn sterkte. Zien jij wat het God voor jou? Maar als jij dit niet weet, nie, hoe zal jij dit begeer? Hoe zal jij daarin bewegen? Hoe zal jij dit jouw eigen maken? Als jij niet die kracht van zijn sterkte begint zien in skrifte en dit voor jezelf toe-eien nie. Want jij kan dit niet doen door die geloof. Jij is niet een arme zondaar. Jij is niet een arme natuurlijke mens. Jij is een geestwezen in die geest en gelijkenis van God. En jij moet beseffen wat er kracht God in jou investeert, het, zodat jij in daar die kracht kan wandelen elke dag in die kracht van zijn sterkte. Vers 20, wat hij gewerkt het in Christus, toen hij mij die dode opgewekt het en om laat sit het in die rechterhand van die hemele, boe alle overheid en macht en kracht, heerskapie en elke naam wat genoemd wordt, niet alleen in hierdie wereld nie, maar ook in die toekomstige, dat jy daar die kracht in jou sal hê, nie net in hierdie wereld nie, maar ook in die toekomstige. En hij het alle dingen onder zijn voeten onderwerp, en hom as hoof oor alle dingen aan die gemeente gegee, wat zijn lichaam is, die volheid van hom, wat alles in allemaal vervul. Hij vervul alles in allemaal. Dit is voor elke een beskore. Dit is voor elke mens hier die heerlijkheid, hier die kracht, hier die grootheid. Want jij wordt weer, zoals 1 Korintiërs 6 vers 17 sê, als jij aan Christus verbonden is, dan heb je een geest met hierdie groot God geword. Diezelfde kracht wat in hom woon, nou in jou. Onthou nou wat het hy vir die disciples gesê, toe hulle deure toegesluit was, teleergesteld, bang voor die Jode, teneergedruk, want hulle verlosser het nou gesterf. Maar hulle het nie gesien wat hulle in hom verkry het nie. Hy het gesterf om zijn leven aan hulle te geven. Hulle het nie gesien hoe hulle bekrachtig is nie. En toen kom hy en hy sê vir hulle, vrede vir julle broeders. Kijk nou na Efesiërs 2, dan lees ons daar so van vers 14 af. Want hij is ons vrede. Je ziet vrede vir julle broeders. Hij is jouw vrede, man. Je kan niet groter vrede als die vrede die binnen in jou is niet. Je zal het niet in die wereld krijgen. Nie. Want die wereld kan niet die dingen van die geest zien. Hij wat al bij een gemaakt het in die middeldeer van scheiding afgebreek het, doordat hij in zijn vlees die vijandskap tot niet gemaakt het. Je ziet daar is geen vijandskap tussen jou en God niet. Daar is niet die geringste moontlikheid, want God heeft het tot niet gemaakt. Namelijk die wet van geboeien, wat in inzettingen bestaan, zodat alle verplichting nou van jou afgeneem is. Dat je niet alles uit genade kan ontvangen, dit wat God voor jou geskenk het. Zodat hij die er vrede te maken, die twee in homself tot één nieuwe mens kon skep. Luister nou na 2 Korintiërs 5 vers 17. Hij sê daarom is elke een wat in Christus is, een splinter nieuwe skepping. Je ziet, jy is een nieuwe skepping, maar totdat jy nie jouself as die nieuwe skepping sien nie, dis nou 2 Korintiërs 5 vers 17, totdat jy jouself nie as die nieuwe skepping sien nie, kan jy nooit in hierdie volheid beweeg nie. Jy moet die ou mens aflê, jy moet weet dat die ou mens het saam met Christus gesterf. Daar is een splinter nieuwe mens wat nou leef in jou. Luister nou na die 16e vers. En albei in een lichaam met God kon versoen deur die kruis. Hij het Jood, zowel als heiden, versoen
deur die kruis, nadat hij die vijandskap doodgemaak het. Daar is geen vijandskap nie. Kijk, luister nou net na Hebreërs 2 vers 14. Hij sê, aangezien die kinders dan vlees en bloed deelachtig is, het Jezus dit ook op diezelfde manier deelachtig geword, zodat hij deur die dood hom tot niet kon maken wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. Die duivel tot niet gemaakt. Je ziet als daar enige negativiteit in jou is, dan is dit die geest van die vijand wat in jou wil werk. Jy mag geen negativiteit ooit weer sien nie. Jy moet zien dat God het daar die negativiteit uit die weg geruim. God het die duivel tot niet gemaakt en jy staan in hierdie volle heerlijkheid van die bekrachtiging van hierdie groot God, soos hy jou bekrachtig het in Jezus Christus. Luister nou net wat sê Kolossense 2 vers 9 en 10. Kolossense 2 vers 9 en 10 sê, want in Christus woon die volheid van die Godheid lichamelijk. Vers 10 sê, en julle is nou compleet in hom. Meer compleet is wat jij is. Meer heilig is wat jij is. Meer gered is wat jij is. Meer volmaak is wat jij is. Kan jy nie wees nie. Maar jy moet een gelovige wees. Jy moet dit aanvaar wat God voor jou geskenk het, en jy moet dit as een gave, as een rijkdom sien, wat nou aan jou behoort, een heerlijkheid ongekend, en hy die evangelie van vrede kom verkondig, vrede vir julle. Hou nou op om te dink jy is nietig. Hou op om te dink jy is 'n sondaar. Hou op om te dink jy moet iets goed doen om God te behaag. God het jou goed gemaakt. Begin in daar die goedheid leven. Begin aanvaar wat hij voor jou gedoen het. Begin jou verblij daarin. En leef elke dag in die volheid van die rijkdom van dit wat God jou geskenk het in Jezus Christus. Joy. I have found love, and I've even found me. I have found peace. I have found love. I have found joy, because Jesus.